de baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt en natuurlijk van harte welkom. Voor iedereen die nieuw is, ook van harte welkom. Vandaag geef ik je een aantal tips mee over hoe je een belt gebruikt. En ik geef nog een aantal andere tips mee, zoals hoe je hem opbergt en dergelijke. Let's go! Ik heb deze video opgedeeld in 5 puntjes voor jou. Nummer 1 is de squat. Wat bedoel ik met de squat? Stel je voor, je hebt nog nooit een belt gebruikt en je doet hem om. Zou ik een beetje los vast doen, zeg maar. Dan squat je naar beneden en dan zoekt de belt zijn eigen weg wel. Heb je hem te laag gedaan, dan komt hij tegen je heupen aan. Dan voel je hem op vanzelf omhoog schieten en zit hij te hoog. Dan zit hij tegen je ribbenkast aan en dan buigt hij weer wat naar voren. Nou, als je die positie een beetje onthoudt, je gaat er rechterop staan. Je doet hem op zijn uiteindelijke strakte, om zo maar te zeggen. Dan squat je naar beneden en als het goed is, moet hij dan goed zitten. Eigenlijk puntje anderhalf, die heb ik niet opgeschreven, maar schiet me er binnen. Je hebt nog wel eens mensen die zeggen van de belt is niet goed voor je, bla bla. Je gebruikt een belt ook niet altijd. Als jij sterker wil worden, je kijkt naar mijn kanaal, dat denk ik om die reden. Stel je voor, jouw werkgewicht is 150 kilo. Met 150 kilo ga jij een paar herhalingen maken, dat is jouw doelstelling van die dag. Dan warm je natuurlijk op, 50 kilo, 70, 90, afhankelijk van wat jij fijn vindt en wat voor jou de beste range is. Dan ga je natuurlijk niet al vanaf gewicht 50 die belt gebruiken. Ik zeg altijd, gebruik het laatste opwarmsetje, doe je pas de belt om. Dus misschien tot 140, 130 kilo, dan doe je pas een keer die belt om. Squat je naar beneden en dan pas je werksetjes. Waarom per se daarbij? Nou, zo pak je eigenlijk het beste van twee werelden. We zijn die discussie ook een beetje uit de wereld aan het helpen, zeg maar. Wat is nou beter, je met of zonder? Je pakt gewoon alle twee. Je pakt en zonder en met. Je moet niet al te erg gehecht raken aan die belt. Waarom doe je het dan niet bij het laatste setje, bij je werkgewicht? Als je hem bij je werkgewicht gaat doen, dan moet jouw lichaam toch weer wennen. Je proprioceptie, waar ik in de vorige twee video's ook over heb gehad. De vorige twee riemvideo's. Je moet wennen eraan, het kan heel erg afleiden en dat wil je niet als je al je focus nodig hebt voor het gewicht wat voor jou heel zwaar is op dat moment. Dus vandaar het laatste opwarmsetje, daar gebruik je de belt. Nummer 2 is strak of te strak. Hoe strak moet die? Kan die ook te strak zitten? Hij kan duidelijk te strak zitten. Toen ik nog nooit een belt had gebruikt, keek ik natuurlijk op YouTube, net zoals iedereen, naar mensen die een belt omdeden. Wat zag ik? Ze hielden een paal beet. En dan allemaal lucht in de buik en dan trokken ze hem om en blazen ze weer uit. En dan zit de riem lekker strak. Je begon dat te kopiëren. Na de eerste paar keer squatten, deadliften, etc. had ik zoiets van, ik weet niet, het zit niet helemaal lekker. En daarna heb ik hem losser gedaan. Waar kwam ik dus achter? Dat je buikspieren moeten natuurlijk uit kunnen zetten. Je moet natuurlijk veel lucht kunnen inademen en je buikspieren hebben de ruimte nodig om wat tegendruk te kunnen geven. Dus als je soms kan je de riem ook te strak doen. Je moet ruimte hebben om je buikspieren tegen die rand aan te kunnen duwen. Zou ik altijd nog zeggen, liever iets te los dan iets te vast. Want als je ze iets te vast doet, kan je buikspieren helemaal niet aanspannen. En misschien maar voor een klein percentage. Terwijl als je hem iets los doet, kan je hem echt wel aanspannen. Dan mislukt misschien alleen je squat, maar dat is dan weer een zorg van later. Nummer 3 is uitblazen. Een tip die je heel vaak ziet is dat mensen zeggen, blaas uit. Of maak je buik groot. Dus het is niet zozeer uitblazen, maar maak je buik groot. Dus neem lucht in en ja en nee. Je wilt natuurlijk je buikspieren tegen die rand aanzetten, vol op spanning brengen. Alleen heel veel mensen denken van oké, ik maak mijn buik zo groot mogelijk. En wanneer ze dat doen, dan blazen ze uit. En als je die zo groot mogelijk wil maken, probeer het maar eens. Dan voel je dat eigenlijk je onderrug al gaat bollen. En daardoor start je natuurlijk al in een verkeerde positie, want met een bolle onderrug deadliften, over het pressen, weet ik wat je ermee wil gaan doen, dat wil je natuurlijk absoluut niet. Mijn advies, doe gewoon hetzelfde wat je altijd doet. Als je weet hoe de valse van manoeuvre werkt, die video komt ook over een tijdje op mijn kanaal, je weet hoe je je buikspieren aan moet spannen, verander niks. Doe gewoon hetzelfde wat je altijd doet en ga niet uitblazen, want de kans is groot dat je onderrug gaat bollen en dat je jezelf na veel herhalingen natuurlijk gewoon automatisch de verkeerde positie gaat aanleggen. Nummer 4 is opbergen. Hij ligt nou bij mij op de grond, hang niet op. Mijn riem was ietsjes te lang. En als je squat of misschien power cleans of iets dergelijks doet waardoor de barbel langs je belt moet komen, bijvoorbeeld naar een overhead press toe, dan kan die flap wel eens in de weg gaan zitten. Wat heb ik dus gedaan?
Ik heb hem opgehangen over een verwarming en daar bewaar ik hem altijd. Als je al mijn vlogs kijkt, je ziet altijd mijn belt zie je hangen. Zodat die riem lekker ombuigt en dat hij eigenlijk lekker strak om mijn lichaam heen zit, zit die flap niet zo in de weg. Een andere maat van mij die heeft op de een of andere manier niks om op te hangen, ja, je gelooft het niet. Maar die heeft hem op de grond gelegd tussen twee schoenen geklemd. Dus je legt hem daartussen, je trekt de belt een beetje krom, werkt perfect. Nummer 5 is waarom en soorten. Ik heb 2 andere video's gemaakt. Waarom met een belt en welke soorten bestaan er. Als die video's af zijn, dan zal ik ze, als ik het niet vergeet, excuseer me, hier linksboven ergens plaatsen. Voor jullie rechtsboven. Of hier in de videobeschrijving. En anders staan ze in de playlist krachttraining algemeen. En je kan ook zoeken natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Dus kijk die video's. Er staat echt nog heel veel handige informatie in. Wat je hoogstwaarschijnlijk hopelijk niet wist. Dus voor iedereen die nieuw was en voor iedereen die al langer keek, bedankt weer en ik zie je volgende week. Ciao!